vrienden van de vlog. Het is eigenlijk de allereerste versie, editie van de corona, quarantaine, lockdown vlog. Het is eigenlijk helemaal niet zo speciaal, het is een beetje uit de hand gelopen brainstorm, maar kort mega tof. Dus 3 weken lang mag ik niet gaan werken op de VRT. Dus ja, dan moeten we thuis werken en ik moet nu een of andere vage kabel gaan halen om mijn laptop te linken aan mijn desktop. Dus dat gaan we nu doen en ja, proberen die corona te overleven. Dus welkom. Funny story. Die winkel heeft dus blijkbaar geen kabeltjes. Allee, niet veel kabeltjes, heel veel kabeltjes zoals je kan zien. Maar dus hier de kabeltjes die ik nodig had. Dus nu heb ik ontdekt op een website dat je dat blijkbaar gewoon kunt kopen via internet. En dat je dat ook kunt doen met een app. Dus ik ga dat doen met een app. Dit is eigenlijk al part 1 van de corona vlog. Maar er liep hier wel één iemand rond met een mondmasker. Oké, dag 1 van de quarantaine. Allee, quarantaine. Vandaag zijn alle winkels dicht. Restaurants zijn gesloten, cafés zijn gesloten, kappers zijn niet open. Niks is open, behalve de supermarkt. En ik heb dus besloten om wc-papier te gaan zoeken, want iedereen koopt wc-papier. Waarom, weet ik niet. Als jij weet waarom mensen wc-papier kopen, deel het even in de comments. Ik ben totaal niet mee. Maar ik ga het dus ook zoeken, want wij hebben echt waar legit geen wc-papier meer. En wat ga ik nog doen? Ik ga ook nog wat eten halen, want dat is misschien ook wel cruciaal. En daarna ga ik proberen naar het containerpark te gaan. Ik heb even opgezocht, dat ding is open. We hebben zo'n aantal dingen die weg moeten. En aangezien het open is, is vandaag denk ik wel de dag om dat te doen. We zijn onderweg naar het containerpark, maar we zijn verloren gereden. Maar dat schaap is helemaal opgebroken. Waar zijn we nu? Op de Geodrief. We zijn dus verloren aan het rijden, wat wordt leuk. Hier is niemand op straat, corona. Woe! Hoera! In de lijst geraakt. En er zijn heel veel lege rekken. Het wc-papier hebben we nog niet gecheckt. Dat gaat nu gebeuren. Nog wel cola. Dat hebben we wel. Heel belangrijk. Hopen dat er ook nog 7-up is. Komt goed. Goed nieuws, want we hebben wc-papier gevonden. En wafels. Overleven. Echt. En dus nu is het quarantaine, want er is niks open. Hey, we zijn ondertussen maandag. Maandag is de allereerste dag van het thuiswerken. Maar ik moet vandaag niet thuiswerken, want ik heb een dag vrij. Ik had gisteren was mijn verjaardag, maar op je verjaardag kun je weinig doen. In coronatijden. Dus ik heb uiteindelijk gewoon... Ja, we hadden een weekend geboekt in Nederland, maar dat is afgezegd. Dus uiteindelijk heb ik gewoon heel veel cadeautjes gekregen. Wel aan de bakker en de beenhouwer kunnen gaan. Was een voordeel. Maar ja, ik heb dus niet kunnen vloggen, want er was eigenlijk heel weinig te doen. Maar dus vandaag is het maandag. Ik moet pas morgen beginnen thuiswerken, maar ik moet vandaag alles wel zo een beetje klaarmaken en bureau in orde maken en al die dingen. En ik weet het, het is hashtag blijf in uw kot, maar ik moet echt wel even naar de stad Antwerpen, want ik heb dingen nodig. Maar ik weet niet of het gaat open zijn, dus dat is een beetje tricky. We gaan gewoon kijken of straks alles open is en we moeten ook gewoon naar de supermarkt. Dus ja, hashtag blijf in uw kot is vandaag een beetje minder. Stad. We zijn gewoon dingen gaan halen, eten voor de hele week, want het is hashtag blijf in uw kot, dus werk ook natuurlijk gedaan. Maar ik ben ondertussen ook eens een aantal winkels binnen geweest, gewoon omdat het kon. Dus vandaar een kleine shoplog van quarantaine dag 3. Dus wat heb ik gekocht? Ik heb iets gekocht om mee bezig te houden, bij de HEMA, niet gesponsord. Het zijn zaadjes en dat zijn van die dingen en je mocht die nu al planten, dus ik heb besloten, woensdag wordt het 17 graden, woensdag plant ik zaadjes. Wordt een topdag. Uiteraard ook in de vlog. Ik heb ook een zonnebril gekocht. Totaal niet nuttig. Ook echt als mensen zouden vragen, wat heb je nog gekocht de dag voor quarantaine?
was dat een zonnebril. Maar ik hoop dat je nu, dat het sowieso 3 weken thuiswerken is, maar het kan verlengd worden. Dus ik hoop ook gewoon dat ik 1 dag in de tuin ga kunnen werken met die zonnebril op. Hoop ik gewoon oprecht. Kaarsjes om het toch gezellig te maken in mijn kamer. Een beetje sfeer en al in die thuiswerkquarantaine. En het beste van al is een roze poedel. Ik ga hem even showen. Een roze poedel in roze glitter. Hoe prachtig is dit? Echt waar, zo blij mee. Dat komt op mijn bureau. Een bureau die ik zo meteen in orde ga maken. En ik ga proberen te sporten zo meteen. Het wordt extreem spannend. Ik heb volgens mij in 1000 jaar al niet meer gesport. Helemaal fancy outfit. Wel totaal niet het sportende type. Dus ja, het lijkt me misschien dat ik het super erg vind dat fitnessen dicht zijn met corona. Is niet echt. Maar ik vind wel, ik heb super veel tijd over nu. Wel sinds 2 uur in de auto, 2 uur die ik totaal uitspaar nu. Dus ik heb wel een beetje het idee alsof ik wel echt iets moet doen. Dus ik heb besloten om samen met de kat, die hier zit, om samen te gaan sporten. Dus gewoon via YouTube. Wordt spannend. Ik heb heel veel dingen ontdekt tijdens de workout. Punt 1, ik moet zo'n matje kopen, zo'n yogamat, want echt waar, het is super veel pijn. Punt 2, altijd het raam openzetten voor ik hier aan begin. En punt 3, ik heb echt totaal geen conditie. Maar dat moet in die 3 weken hopelijk wel beteren. Ik zie echt zo rood als iets. Het is gewoon gênant. Maar dus, ik ga hier de vlog van vandaag afsluiten. Morgen is de allereerste dag thuiswerk. Super spannend. We gaan zien of het lukt. We hopen dat het Teams-ding werkt om te skypen met elkaar. We gaan kijken. Dus dat is voor de vlog van volgende keer. Sowieso, vond je het leuk? Geef een duimpje omhoog. You know the drill. Abonneer. Weet ik veel wat allemaal. Doen. Want er komen nog veel meer corona-updates. Dus tot snel. Bye-bye.